close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. Goedemiddag iedereen en welkom bij weer een nieuwe weekvlog. En vandaag is het vrijdag. Morgen ben ik eindelijk jarig. En dan gaan we natuurlijk mijn verjaardag vieren. Morgen ga ik s'avonds met de meiden eerst even naar de voetbal. Daar is een feestje, daar hebben we een skifeestje. Daar hebben we natuurlijk super veel zin in, dus daar gaan we eventjes naartoe. S'avonds is ook mijn familie hier, dus dan moet ik natuurlijk wel weer naar huis. En dan gaan we gewoon verder feesten hier. En ik heb er super veel zin in. Eindelijk ben ik weer jarig. En vandaag ben ik natuurlijk inkopen bezig doen voor morgen. En morgen gaan we taart bakken, hapjes maken. En dan gaan we dus heel veel om maken. En natuurlijk slingers ophangen en dat soort dingetjes. Ik heb trouwens een badjas aan, want ik had het echt koud. En ja, mijn ouders zijn nu even weg. Straks gaan we weer even weg, want we zijn natuurlijk weer een paar dingen vergeten zoals gewoonlijk. Dus dat moeten we wel even ophalen, want anders dan, ja, ik bedoel, dat hebben we wel nodig. Dus we moeten toch even terug naar de winkel. De meiden hebben natuurlijk een cadeautje voor mij gekocht. En ze zeiden dat het nuttige en niet nuttige dingen waren. Dus ik ben hartstikke benieuwd wat ik van ze krijg. En vooral wat de niet nuttige dingen zijn. Ik ben echt benieuwd waar ze nu weer mee aankomen zetten. Ik ben benieuwd naar wat ze voor mij gekocht hebben. Dus ik hou echt van dit liedje. I told you I loved you. This is just something that I want to do. Is er ook die tv aan het kijken? Goedemiddag iedereen, het is vandaag zaterdag en dat betekent dat ik jarig ben. Ik ben vandaag 20 geworden en dat gaan we vanavond natuurlijk uiteraard vieren. En eerst ga ik natuurlijk naar de apres-ski-feest bij de voetbal. En ik ga nu eerst even mijn haar feunen. En dan laat ik straks beneden wel even zien hoe het eruit ziet. We zijn beneden en ik ga even laten zien. Hier zijn allemaal roze blonde van die honeybom ding of zo. Zo'n hele grote slinger. Daar ook nog. Ik heb ook nog kaartjes gekregen. Kaartjes gekregen van mijn oom, tante en mijn neefje en nichtje. Dankjewel in ieder geval voor het kaartje. Van mijn ouders en mijn broer en van de hondjes heb ik deze gekregen. Dankjewel. Goedemiddag iedereen. Het is vandaag zaterdag en ik ben bij Mandy. Yo! En mijn Pas ouders... Hè? Huh? Mandy is even de nieuwe elastiekjes over de kaptafel aan het doen. Trouwens, ik wil jullie nog even een stukje laten zien van gisteren. Toen ben ik naar Zoo en Zo gegaan in Ede. En dan was het allemaal, volgens mij noem je dat reptielen. Oh ja, ze zouden ook vogelspinnen hebben, maar die hadden ze gelukkig dit keer niet. Ze hadden wel slangen. Ik weet niet hoe je de andere dingen allemaal noemt. Maar reptielen. Ik laat nu even een stukje hiervan zien. Waar is dan dit probleem?
Mijn ouders zijn over 2 weken 25 jaar getrouwd. Dus ik ga even inpakken. En dan zien jullie ook 2 weken wel wat ik gekocht heb. En dan ga ik dat nu even doen. Ik ben er terug van Mandy. We hebben oude foto's gekeken. Het was hartstikke grappig en gezellig en leuk. En we hebben nog even boodschap gedaan. Want ik had nog even een paar dingetjes nodig. Die ook daar liggen. Maar ja, ik heb in ieder geval cadeautjes van mijn ouders. Maar die heb ik verstopt natuurlijk. Dus hoop ik niet dat ze deze vlog kijken. Anders weten ze nou ja, wel dat ik cadeautjes heb. Maar natuurlijk niet wat. En ja. Dan ga ik maar eten maken, denk ik, of zo. Wat ik anders doen. Vanavond filmavondje met mijn moeder. En hopelijk dit keer geen horrorfilm. En ik... Het is aan het nieuwe... Goedenavond, het is vandaag dinsdagavond. Ja. En... Ik ga Mandy komt straks even hierheen, ga even chillen en ja, gaan we even een rondje lopen of zo. Ja, ik verveelde me toch en er komt vanavond ook helemaal niks op tv, dus. Ga je naar het rondje lopen met Mandy? Oh, Mandy zit daar op de grond. En we gaan even naar de Jumbo of zo. Ook weer prima. Aangezien ik toch 3 euro bij me heb en dat gewoon op kan, zolang je geld hebt, kan dat. Het slaat helemaal nergens op. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Maak je geld alsjeblieft niet op als het nog maar een klein beetje is hoor. De zinloze les. Nou, de les stopt. Woorden van Kimberly jongens. Luister er niet naar. De les stopt nu. We zijn terug van die Jumbo. Missen hier even. Oké, wij zijn muziek, muziek. Muziek maken wij graag. Kimberly wordt de nieuwe band. Girl band. Ik mag er toch niet bij met mijn koekjes. Maar we hebben even muesli even gekocht. En we gaan even chillen. En I don't know wat we gaan doen. Wat gaan we doen? Weet ik veel. Poepen. Oh. Nou, nee, dat dan weer niet. Dat lijkt me niet echt fijn. Zien jullie straks misschien nog even. Ik ben even aan het wandelen met Rocky. En de zon is zo lekker, hè. Het is 15 graden vandaag of zo. Ik ben even bij mijn oma geweest, even wezen wandelen. En nu even met de hond aan het wandelen. Woensdag. Ja. Don't leave me here in the dark when it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. Het is vandaag vrijdag en ik ga zo even naar de Primark in Almere. En ik kom dan bij de Primark vandaan en ik zit nog in de auto. En we gaan zo onderweg naar huis. Het zijn wel leuke dingen, niet heel veel, maar nou ja, maakt ook niet uit toch. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe nog even een blauw duimpje omhoog en abonneer hieronder als je niks van ons wilt missen. Dan zie ik jullie weer bij een nieuwe vlog. Doei doei!